Zo. Lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen, kijk eens achtergrond, bos, yes. Ik ben weer in het bos geweest. Na aanleiding van mijn opspelende kuit. Van 2-3 weken terug. Heb ik natuurlijk even een paar keer vanuit huis. Of tenminste naar de fitness geweest. En niet naar het bos. Omdat ik het toch net iets een beetje te link vond om dat te doen. Dus 2,5 week me rustig aangedaan. En het ging eigenlijk wel goed. Wacht even, volgens mij is... is iets meer. De schittering van de zon. Ik kan niks doen. Ja, ik kan dit doen, maar ja. Ik kan niet altijd zo blijven rijden. Dus maar goed, wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag maar 2 rondjes gedaan. Om de doodtevoudige reden dat ik dus natuurlijk even wilde proberen. En het ging goed. En dan kun je natuurlijk zeggen van weet je, ik ga het 3e rondje erachteraan plakken. Maar dan zul je dan net zien dat op het 3e rondje dat het dan weer fout gaat en dan ben je weer terug bij af. Dus rustig aan beginnen. En dit ging goed. Dus rustig houden, top. Nou, dan ga ik nog even naar de fitness. Ga ik even daar wat doen. Want ja, we hebben winterstop. Dus we zijn vrij. Geen voetballen. En dan kan ik ook de tijd nemen. Het is nu ook ruim een uur later dan normaal. Ik hoef nergens heen. En dan kunnen we dat doen. Kunnen we een uurtje later gaan sporten. Kunnen we meteen merken dat het dan heel anders is in het bos. Het is wat drukker in het bos. De loopgroep Graven had vandaag ook een eindejaarsloopje volgens mij. Want volgende week is natuurlijk kerstmis. En dan gaan ze niet. En dan is het alleen voor degene die dan op dat moment wil. Die kan dan gaan. Maar dan wordt er als groep niks georganiseerd volgens mij. Dus die hebben net een eindejaarsafsluiting gehouden. Met een kopje chocolademelk met slagroom en een stukje cake of iets dergelijks. En ik ga nog eventjes naar het sporten. Nog even naar de fitness. Om daar nog even wat te doen. Gewoon nog even die activiteit eventjes volhouden. Gisteren weer een beetje een zonnig dagje gehad. Geen zonnig dagje, maar een zondig dagje. Dus dan moeten we vandaag weer even wat calorietjes gaan verbranden. En ja, hoe kan je dat best doen? In de sportschool. Makkelijk zat. Oeh, hier zijn ze aan het schaatsen. Ook lekker hoor, schaatsen. Maar ja. Ook dat gaat na vandaag veranderen, want zover ik begrepen had, gaat weer dooi. Er komt weer dooi en regen en dat soort zaken. Ik vind het eigenlijk best wel lastig zo met die zon zo. Het is wel vervelend. Ja, ik heb niks anders. Ik heb een GoPro camera of gewoon een vlogcamera, maar die ga ik niet iedere keer meenemen. Dus ik doe het maar iedere keer gewoon met de telefoon. En dan is het beeld natuurlijk niet altijd in mijn super. Maar goed, het gaat door het feit dat ik dit kan delen. Lekker hoor. Nu even naar de fitness. Yes. Wel een mooie landschappelijke tafereel zo met die vorst. Er zijn heel veel mensen die houden er niet zo van. Van het vorstige gedoe. Ik vind wel iets hebben. Altijd een beetje dat bevroren gras en weiden is. En als je dan ziet, als dan de zon erop komt. Mooi. Daar krijg je echt hele mooie beelden van. Ik vind wel iets. En natuurlijk, het is dus voor het aankleden, voor je temperatuur zelf lichamelijk.
Je moet je eigenlijk extra aankleden of iets. Je moet met wat dingen rekening houden, gladheid. Ja, er zijn zoveel dingen waar je dan even rekening mee moet houden. Maar in grote lijnen, ik vind het wel iets hebben altijd. Dus, nou, ik ben aangekomen bij de fitness. Zoals je nu op de achtergrond wel een beetje kunt gaan zien. Nou, zoals ik al zeg, op de achtergrond, hier op de achtergrond, daar kun je het zien. Fitness. We zijn er. Dan zou ik zeggen, in ieder geval een fijne zondag verder gewenst. En dan zeg ik tot volgende week. Ik hoop dat ik uit het veld nou goed blijf houden. Dat ik niet weer dat probleem krijg. Want dan zou ik enorm balen. Maar goed, we zullen het wel zien. Ik ga nu in ieder geval afsluiten. Dan zou ik nogmaals zeggen, als je het weer leuk hebt gevonden, even een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan komt er volgende week weer een nieuwe vlog. Dan zijn we weer helemaal up-to-date. En dan hoop ik dat ik volgende week weer gewoon de 4 rondjes kan afmaken. En dat. Dan gaan we dus doen. We gaan weer naar de 4 rondjes. Ik heb vandaag dus maar 2 gedaan. Om dus even mijn kuit te testen of dat er niks aan de hand is. Nou, dat is helemaal prima. Moet niet gaan overbelasten meteen. Dus gaan we nou weer langzaamaan beginnen om verder te gaan trainen. Ik zeg nogmaals, fijne zondag. Fijne dag. Tot de volgende keer. Blauw duimpje. Abonneer op dit kanaal. Zie je volgende keer terug. En dan ga ik afsluiten met de welbekende. Ciao.